beachvolleyballer Stefan van de Vee uit Den Haag moet 4 jaar de cel in van de Britse rechter. Hij is vandaag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 12. Hij leerde het Engelse meisje kennen via Facebook en reisde in de zomer van 2014 naar Engeland om haar te ontmoeten. Ze hadden meerdere keren seks. En verslaggever Aniek Enthoven die volgt de zaak voor ons in Engeland. Ja, Aniek, 4 jaar cel, hij kon 8 jaar krijgen. Hoe komt het dat de straf lager is uitgevallen? Omdat hij meewerkte aan het onderzoek. Hij heeft werkte mee aan de uitlevering. Verder komt hij op een zwarte lijst te staan. En hij mag niet met minderjarigen omgaan onder de 18, tenzij er ouders bij zijn. Is er vandaag meer duidelijk geworden over de relatie tussen Steven en het meisje? Jazeker, ze leerden elkaar dus kennen via Facebook. Hij besloot vrij spontaan om naar Engeland te reizen. Ze ontmoetten elkaar, probeerden een hotelkamer te zoeken, maar dat lukte niet. Hebben toen seks gehad in de buitenlucht. Probeerden vervolgens nog een keer om een hotelkamer samen te vinden. Ook dat lukte weer niet. Uiteindelijk hebben ze buiten geslapen met z'n tweeën. De andere ochtend zijn ze naar het huis van het meisje gegaan, waar haar ouders op dat moment niet waren. En toen hebben ze nog een keer seks gehad in de slaapkamer van de zus van het meisje. Ja, de reacties op de uitspraak, wat waren die? Ja, Steven was er zelf niet bij. Hij was er via videoverbinding. Hij was erg emotioneel aangeslagen. Zijn ouders waren er wel, zijn zus ook. Waren ook tijdens de zitting heel emotioneel. Wilden na afloop niet reageren. Ook de advocaat van Steven niet. Er kwam wel een reactie van de politie, van de Britse politie. Today's sentence enables the victim and her family to be able to move forward from this deeply distressing point in their lives. I also hope it acts as a deterrent to other adults who communicate inappropriately with children online. Ja, het is niet duidelijk of Steven van der Vee zijn straf in Nederland uit zal zitten. Dat is wel mogelijk, maar het is nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. Aniek Enthoven vanuit Londen, dankjewel.